Ja hoor, het is officieel. Erik ten Hag is de nieuwe trainer van Ajax. Het hing natuurlijk al een tijdje in de lucht, maar nu is er ook echt daadwerkelijk een handtekening gezet. En hij heeft voor 2,5 jaar getekend. Ajax betaalt naar verluid een kleine miljoen euro aan Utrecht om de oefenmeester over te nemen. Ajax is natuurlijk 5 punten achter op PSV en met niks minder dan het kampioenschap wordt hier genoegen genomen. Dus ze wachten een stevig karwei naar de winterstop. Maar eerst gaan ze nog op trainingskamp. 8 januari vertrekken ze met de selectie naar de Algarve om daar de basis te gaan leggen voor wellicht een nieuwe titel hier in Amsterdam.